bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Mijn naam is Suzanne en vandaag is het de hoogste tijd, zoals je kunt zien, voor een nieuw deel van Vegan in de supermarkt. Er zijn een heleboel nieuwe producten verschenen. Op eentje na, die is niet nieuw, maar die wilde ik toch meenemen in deze video. En ja, laten we beginnen, want het is een heleboel. Ik ga beginnen met de diepvriesproducten, want die moeten weer terug de vriezer in. Oké, misschien wel mijn favoriete product van wat je hier allemaal ziet. Vegan vlammetjes. Deze kwam ik per toeval van de week tegen toen ik bij Jumbo was. Ik wilde eigenlijk de dim sum van Jumbo pakken. Die zijn vegan, mocht je het niet weten, en super lekker. En ik pakte zo'n pak en mijn oog viel hierop. En ik dacht, wat? Ik heb deze nog nooit in de supermarkt gezien. Wel in horeca groothandels, maar daar zijn ze echt groot. De verpakkingen bevatten iets van 54 stuks. Beetje te veel van het goede. Ik had al vaker gehoord dat ze heel lekker zijn. Nou, het is waar. Dit zijn pikante vegan lumpiaatjes met een vurige vulling van gekruid soja gehakt, boekweit en quinoa. En ze zijn echt heel erg lekker. En je kunt de vegan versie herkennen aan een klein groen streepje over de lumpia heen. Daar proef je verder niks van. Maar draai ze voor de grapjes om op een verjaardag. En ik weet zeker dat je gasten niet door zullen hebben dat ze een vegan hapje eten. Het enige wat ik wel vind, en ik pak nu even mijn kassabonnetjes erbij. Ze zijn niet goedkoop, want het zijn 10 stuks en daar betaal je €3,55 voor. Nou, ik vind dat echt wel aan de prijzige kant. Maar voor af en toe is het natuurlijk wel de moeite waard, vind ik dan in ieder geval. En dan, ze staan op dit moment in de oven, dus ik ben super benieuwd. Dit zijn Indiase hapjes. Deze kwam ik tegen bij de Jumbo Foodmarkt. Dus ik denk niet dat ze bij iedere Jumbo verkrijgbaar zijn, maar in ieder geval wel bij de Jumbo Foodmarkt. In mijn geval Jumbo Foodmark Leidsehagen. En ik zag deze staan in de vriezer en ik dacht, ja, die wil ik proberen. Ik ben dol op Indiaas eten. En deze mix bestaat uit mini vegetable samosa's, pakora's, bahis, onion bahis en aloo tikki. Ik ga even kijken wat ik ervoor betaald heb. €2,99. Oké, de hapjes komen nu net uit de oven. Ik ben benieuwd, ik ga ze proeven. Het ruikt erg lekker. Oeh, heel heet. Dat is heel lekker. Je kunt ze ook frituren, maar je kunt het dus ook in de oven 160 graden 7 tot 10 minuutjes. Het is een samosa, ook echt heel lekker hoor. Dus qua diepvriesnacks, allebei een aanrader. Oké, op naar de volgende. Laat ik met deze beginnen. Qua ontbijtgranen, zeg maar, en cornflakes en zo, is het altijd goed opletten als veganist. Want de meeste soorten, en dan vooral granola's en zo, worden gezoet met honing. Maar ik vond het nu dus deze, dit zijn Bran Flakes en ik weet niet zeker of ze nieuw zijn, maar ik denk het wel, want ik heb ze nog nooit eerder gezien. En die zijn niet gezoet met honing. Dit zijn volkoren tarwevlokken met gedroogd fruit en hazelnoten en toegevoegde vitamine en ijzer. Er zit inderdaad gedroogd fruit in. Rozijn, kokos, appel en banaan. En daarnaast zitten er hazelnootjes in. En ik vind het echt een hele lekkere mix. Ze hebben nog meer soorten die volgens mij ook vegan zijn. Dat weet ik eigenlijk wel bijna zeker. Een standaard versie Bran Flakes zonder verdere toevoegingen. Met rood fruit en met chocola. Ik heb deze al een paar keer gegeten en ik vind het echt een hele lekkere mix. Klein beetje plantaardige melk erbij of yoghurt. Vegan yoghurt. En je hebt gewoon een lekker ontbijtje. En ik vond de prijs ook heel erg meevallen. 500 gram voor €1,69. Dus van het huismerk van Albert Heijn. En dan Dit zijn vrij van gluten crackers, maar ik zag deze laatst voorbij komen op de Facebookpagina van, volgens mij, de Nederlandse Vereniging van Veganisme. En hier was ik heel erg blij mee, want sinds ik vegan ben, kan ik geen krakots meer eten. En krakots zijn van die luchtige, rechthoekige crackers en ook niet van het huismerk van de supermarkt, want er zit altijd melk in. Maar in deze versie niet, wat fantastisch is. Dus ik was hier heel benieuwd naar. De ingrediënten bestaan uit rijstmeel, maïsgriesmeel, maïskiem en zout. En er zitten er ongeveer 19 in. En het zijn dan twee pakjes. Deze heb ik al opengemaakt, zit er nog zo'n pakje in. En ik heb ze inmiddels geproefd. Ouderwets vond ik altijd met kaas. Super lekker. Natuurlijk weer met een plakje kaas, maar dit keer van Violife, plantaardige kaas. Ik heb ze helemaal goed gekeurd en deze ga ik absoluut vaker kopen. Ik heb hier €1,29 voor betaald. En dat is top, want meestal zijn glutenvrije producten super duur. En deze is glutenvrij en vegan en heel betaalbaar. Dus helemaal top. Van het huismerk van Albert Heijn. Ja, en dan deze. Deze, ja, zoals je ziet, is de verpakking wel open. Want ik heb er al een paar op en ook Fabienne heeft er eentje geproefd. En we vonden ze allebei echt super lekker. Dit zijn de koekjes van Lotus. De sandwich koekjes van Lotus, speculoos koekjes. En die zijn er in verschillende smaken. Vanille,
chocola en ja, speculooscreme. En het zijn een soort Oreo's, maar dan heel klein eigenlijk. En het bestaat dan uit twee kleine lotuskoekjes. En daartussen zit dan een crèmevulling. Zo zalig, die geur. Ik zou hier wel een geurkaars van willen, echt waar. Zou ik hem zo aandoen? En maar ze zijn wel heel klein, dus zo'n rol gaat niet heel lang mee. En een rol met 150 gram kost 1,49. En dan de Koopmans Stracciatella Cake Mix met stukjes chocolade. Ik heb contact opgenomen met Koopmans om te checken dat deze mix zelf helemaal vegan is. En gelukkig hebben ze bevestigd dat alle ingrediënten van plantaardige afkomst zijn. Alleen, ga dus op zelf toevoegen roomboter of margarine, eieren en melk. En dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik ga natuurlijk vegan margarine of roomboter. Moet even kijken. Geen eieren, maar iets anders. Ik denk dat ik appelmoes ga inzetten hiervoor. En geen melk, maar plantaardige melk. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat uitpakt. Dus dat ga je nog zien op wateetjedanwel.nl in het artikel wat ik hieronder ga linken. En dan lees je of dit inderdaad lekker is als je de dierlijke producten niet toevoegt, maar vervangt door plantaardige producten. Ik ben heel benieuwd. Hij is nieuw. Ik heb hem bij Albert Heijn gekocht, maar ik verwacht dat hij wel bij meerdere supermarkten te koop zal zijn. En hij kost 1,69. Dus wordt vervolgd hoe dit uitpakt. En dan, zoals ik al zei, deze zijn niet nieuw. En hier heb ik er ook al eentje uitgehaald. Deze zijn er al heel lang, maar ik wilde ze toch meenemen. Want ik liep in de Jumbo en ik zag ze staan en ik dacht, dit is nou echt iets wat ik wil laten zien aan mensen die dit nog niet kennen. Dit zijn de chocoladerotjes puur van het huismerk van Jumbo. En zo'n zakje kost maar 1,54. Er zit 150 gram in. En dat zijn gewoon prima chocoladerotjes. En die zul je net zien. Ik denk dat het gewoon door de hittegolf laatst is. Of zo. Maar dat gebeurt gewoon met chocola. Ik ga het je even laten zien. Dat de chocola een beetje wit uitgeslagen is. Maar dat doet echt niks aan de smaak. Hele lekkere pindarotjes in ieder geval. En dan de volgende. Deze kreeg ik opgestuurd van Knorr om te proberen. Dit zijn wortel wraps en bieten wraps. Met bij allebei 35% van ieder. 35% wortel en 35% biet erin verwerkt. En ik ga hier wel wat lekkers mee maken. Wordt vervolgd. Ik denk dat ze wel lekker zijn. Ik weet even niet wat ze kosten. Dat zal ik in het artikel op Wat Eet Je Dan Wel sowieso vermelden. En de ingrediënten. En waar je het kunt kopen. En dan de volgende. Pesto. Pesto is eigenlijk nooit vegan. Van oorsprong. Want traditionele pesto wordt gemaakt met parmezaanse kaas en melk. Maar gelukkig zijn er steeds meer vegan versies van pesto verkrijgbaar in de supermarkt. En deze is nieuw. Deze kwam ik tegen bij Jumbo. En ik ben heel benieuwd hoe die ruikt, hoe die smaakt. Ik heb ter vergelijking de pesto gepakt die ik had staan. Want deze gebruiken wij normaal eigenlijk altijd. Dit is de pesto die je bij Albert Heijn kunt kopen. En het is van het merk Costa Ligure. Ik laat het je even zien. En vooral opletten dat je die hebt met de sticker bovenop. Want die is vegan. Want er is ook een versie van dit merk die is niet vegan. En die lijkt echt precies op dit potje. Nou, op het eerste gezicht zien ze er allebei heel anders uit. Pesto is €2,49 van Jumbo. Hoe duur die is van Albert Heijn weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik geloof ook iets rond die prijs. Wat me gelijk opvalt is dat de pesto van Jumbo veel dikkere structuur heeft. De pesto van Albert Heijn die kan ik echt zo van mijn lepel laten glijden. Maar de pesto van Jumbo is echt ja, om te scheppen, zeg maar. Ik ga eerst toch nog even voor de taste test die van Albert Heijn proeven. Al heb ik die al 100.000 keer geproefd, maar ik ga hem toch even proberen. En dan die van de Jumbo. Die van de Jumbo is heel anders. Ik ga even de ingrediënten vergelijken. Oké, wat me opvalt is dat de pesto van Albert Heijn begint met zonnebloemolie. Dus daar zit het meeste van in. En de pesto van de Jumbo begint met basilicum, maar liefst 43%. Dus 43% basilicum en hier zit maar 25% in. En dat merk je ook wel, want deze is veel vetter dan deze. Deze is wat droger. En wat ik ook opvallend vind is dat hier pijnboompitten in zit en hier cashewnoot. Koper alternatief, denk ik. Ja, ik vind het allebei prima pesto's, maar ik vind toch, als ik moet kiezen, die van Jumbo lekkerder. Omdat die wat minder vet is. Wat ik trouwens ook nog wil zeggen is dat in beide zit melkzuur. En dan zou je denken, melkzuur, dat is toch niet vegan. Maar dat is wel vegan, ondanks de naam. Je zou misschien denken, melkzuur komt van melk. Dat heeft niks met melk te maken. Voor zover ik weet, in ieder geval is het een bacterie. Het is in ieder geval vegan. Dus melkzuur kun je gewoon negeren en dat kun je gewoon eten. Ik vind ze allebei prima, nogmaals, maar ik zou die van de Jumbo eerder kopen dan die van Albert Heijn. Nou, dan zijn we aangekomen aan welke ga ik eerst doen. Dit zijn namelijk drie producten die te maken hebben met koffie. Ik ben echt een grote koffieliefhebber. Nee, ik ga hiermee beginnen. Ik vond dit een heel bijzonder product. Dit kwam ik tegen bij de Jumbo.
En hier zijn drie soorten van. En bij mijn weten is dit de eerste oploskoffie met plantaardige melk er al in. Die we hebben in Nederland. In Duitsland schijnt dit al langer verkocht te worden. Maar in Nederland hebben we hiermee volgens mij de primeur. Ik heb hier €2,59 voor betaald voor 6 zakjes. En nou is oploskoffie niet iets wat ik zelf snel zou kopen. Maar ik zou dit denk ik wel kopen als ik bijvoorbeeld op vakantie ga of een weekendje weg. Waar, naar een locatie waarvan ik niet zeker weet of ik aan mijn bakkie met opgeklopte havermelk kan komen. Want ja, dat is toch wel erg fijn als je bijvoorbeeld op een hotel een waterkoker hebt. Dan is het toch wel erg prettig als je toch een lekker bakje kan drinken. Want ik drink mijn koffie niet zwart, maar met opgeklopt havermelk. Kortom, ik ben heel benieuwd. En ik ga nu ook een bakje hiermee zetten. En zo ziet de stick eruit trouwens. Chic. Oké, ik heb net de koffie gezet. En mijn eerste indruk valt een beetje tegen. Want picture this, hè. Picture this. Zo ziet het er dus uit op de verpakking. Expectations versus reality. Oké, als je dit een schuimlaagje noemt, vooruit. Oké, even roeren en het verdwijnt. Dit is toch niet dit? Kom op. Kom op. Ik las toevallig vorige week dat in Japan schijnt het zo te zijn dat het er echt zo uit moet zien. Maar ik denk niet dat het in Japan verkocht gaat worden, want het ziet er gewoon niet hetzelfde uit. Ja, dit is toch geen macchiato? Ik had gehoopt dat er een lekkere dikke schuimlaag op zou zitten, maar... Ja, je ziet dat het verdwijnt gewoon. Het is gewoon oploskoffie. Ik heb het nog niet eens geproefd, maar ik heb nu al wat te zeuren. Misschien dat ik zo meteen wel enthousiast ben als ik een slokje heb genomen. Maar ik zat net tijdens het wachten te kijken naar de ingrediënten. En ik ben niet blij, want ik hou niet van koffie met suiker. En hier zit heel veel suiker in. Want ingrediënten zijn glucosestroop, suiker, kokosolie, oploskoffie. 12%. Dus ja, dit is eigenlijk vooral suiker. En geen schuimlaag. Laat ik eerst een slokje nemen. Het ruikt gewoon goed. Het ruikt naar koffie. De smaak valt me echt super mee. Het is eigenlijk best lekker. Ik had niet verwacht, omdat ik zag dat er zoveel suiker in zit. Maar eigenlijk valt de zoetheid echt heel erg mee. Ik geef dit een 7. Een 7. Want waarom? Dit is alsnog wel iets waar ik echt heel erg trek in zou hebben als ik op vakantie zou zijn. En ik zou in een hotel of een appartement zitten waar je alleen maar een waterkoker hebt. En geen Starbucks om de hoek of zo. Ja, dus ik zou dit bij de volgende vakantie zeker in mijn koffer doen om mee te nemen. Want je hebt alleen maar gekookt water nodig. Maar ben ik echt super enthousiast? Nee, ik ga dit niet voor mijn lol drinken thuis. Dan pak ik lekker mijn espresso en mijn havermelk. Dus gematigd enthousiast. Maar top dat er plantaardige keuze is. En dan kom ik over koffie gesproken bij de volgende. Deze had ik al gedeeld op Instagram. Deze kwam ik dus tegen bij Albert Heijn. Bij de houdbare melk, dus niet in de koeling. Wat als gelijk als voordeel heeft, dat je deze gewoon lekker in je voorraadkast kan zetten. Het is ook best lang houdbaar, zie ik. Deze is zelfs tot februari volgend jaar houdbaar. En deze tot januari. Ik kreeg hele wisselende reacties hierop. Er waren een aantal mensen die vonden het belachelijk duur. €1,59 per stuk. Voor een half liter. En ze vonden het veel te weinig. Nou, ik kijk er wat positiever naar aan. Het is inderdaad wat duurder, ja. Want ja, het is een kleinere verpakking. En zo gaat het nou eenmaal. Als je bijvoorbeeld de vanille drink van Alpro neemt. Een literpak is voordeliger dan 6 kleine pakjes. En zo werkt het nou eenmaal. Ik vind het juist ideaal dat het een kleinere verpakking is. Want als jij nou de enige bent in huis die dit drinkt. Dan, ja, dan is een literpak waarschijnlijk te veel voor jou. Als je het alleen maar voor de koffie drinkt. En dit is ook ideaal dat als jij zelf niet vegan bent, maar je weet dat je een vegan gastpopvisite krijgt op de koffie. Dan kan je dit in huis halen en dan heb je een plantaardige koffie voor die persoon. Dus ja, ik zie er wel voordelen in. Ik zou het zelf denk ik niet vaak kopen, want wij zijn best wel groot verbruikers van plantaardige melk sowieso. Ik ga je trouwens laten zien hoe ik mijn plantaardige melk bereid. Ik heb daarvoor eigenlijk altijd deze. Dit is de melkopschuimer die ik gebruik. En ik zal hieronder linken welke dat is. Dat is van Inventum. Het is gewoon een prima melkopschuimer. Doet gewoon prima zijn werk. En ja, ik ben er gewoon heel tevreden over. Mocht je dat nou niet willen, dan kan ik je deze aanraden. Dit is de melkopschuimer van IKEA. Die kost €2. En werkt op batterijtje. Je doet gewoon je melk in je pannetje. En dan doe je gewoon dit zo erin. En dan klopt hij hem op. En dat gaat hartstikke goed. Alleen ja, dit is natuurlijk wel veel sneller en veel makkelijker. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu 2 bakjes zetten. De een met de barista haver en de andere met de barista amandel van Albert Heijn. €1,59 per stuk. Super benieuwd. Oké, ik heb de koffie gezet met de opgeschuimde melk.
En je ziet hier de amandel en de haverversie. Ik ga beginnen met de amandel, want ik heb het gevoel dat ik die haver lekkerder vind. Ik vind havermelk sowieso in de meeste gevallen lekkerder. Schuim blijft vrij lang aan mijn lepel hangen. Het schuim is heel luchtig. Schuim is top. Hoe is het schuim van de haverversie? Oh ja. Ja, de haverversie is ook goed schuim, maar ik zie al dat de... Ik zie gewoon dat de structuur van de amandelversie is echt veel beter. Veel steviger schuim. De ingrediënten zie ik het eigenlijk al aan. Dat de amandel, die bevat tapioca zetmeel. En dat gebruik ik zelf ook regelmatig. Om bijvoorbeeld vegan mozzarella te maken. Voor die stevige, die beetje rekbare structuur. En ik maak er ook wel eens van die bubble tea balletjes van. En ik denk dat met tapioca zetmeel... Dat het daardoor komt, denk ik. Nou, dan gaan we dan de taste test. Eerst oog ziet de amandelversie er veel beter uit. Hier zitten veel meer luchtbelletjes in bij de haver. En het schuim zakt al een klein beetje in. Wel goed schuim, dat wel. Maar hier kan ik ook echt pieken mee maken. Die amandelmelk. Oh, het smaakt best lekker. Ik vind het wel een lekker bakje zo. Ik ga nu de haver proeven. Nee, ik ga toch voor de haver. Amandel is zeker goed. Zeker het schuim is echt heel goed. En de smaak is ook oké. Maar de haversmaak vind ik toch lekkerder. 1,59 dus bij Albert Heijn te koop. Na het openen moet je hem wel in de koelkast bewaren. Nou, dat waren alle producten weer voor deze keer. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!